Studio Home, woondeken XL. Dit is echt mega. Hier verdwijn je in. Ah, dit ding is echt huge. Allemaal. Leuk dat je kijkt. Ik ben Jeltje en welkom op het YouTube kanaal van Action. Je zal wel denken, waar ben ik nu weer beland? Vanaf nu vind je hier allemaal leuke nieuwe video's van Action. Zo hebben we Action Kids, waarbij kinderen producten gaan raden. Is dat een cadeautje? Ik weet er wat het is. Wat dan? Puzzelstukjes. Dit is denk ik zo. Hoe maak je het open? Wow! Kattenblokjes. We hebben de Action Unboxing. En dat spreekt natuurlijk een beetje voor zichzelf. Maar dan gaan we natuurlijk allemaal leuke dingen uitpakken. Oh, wat eng. With LED and sound. Oh, ja. Boven wij even. Oh. Gewoon weer terug in het gat. Doei! Doeg. We hebben de Action DIY één keer in de maand. Ik laat je namelijk zien hoe ik zelf een agenda ga oppimpen. Ik heb diverse stickers hier liggen. Ik heb leuke washi tape. Ik deel je mijn tips en ik hoop dat je er wat aan hebt. Een Action Makeover. Maar vandaag de allereerste shoplog met mij. Yes. Ik zou zeggen, abonneer je op dit kanaal zodat je niks hoeft te missen. En dan gaan we beginnen. We gaan vandaag beginnen met de allereerste Action shoplog. Ja, shoplog, je kent het natuurlijk wel. Ik heb dus een hele tas vol. Alles wat erin zit ga ik aan jullie laten zien. Maar als eerst, ik ben dus benieuwd, viert hier iemand Halloween? En zo ja, wat doe je aan? Ik heb tot nu toe deze dus geshopt en ik heb geen idee of er nog meer leuke ideeën zijn. Dus laat het me even weten. Ik ben natuurlijk eigenlijk van de budget fashion. Maar ze hebben bij Action ook heel veel leuke dingen voor je interieur. En toen ik binnenkwam viel ik daar eigenlijk al gelijk over. Of daar viel ik niet over. Ik zag het gelijk. Het slaat echt helemaal nergens op dit verhaal. Maar goed, ik zag dus allemaal leuke dingen voor in je huis. Oh, dit vind ik leuk. Kijk nou. Oh, dit vind ik echt leuk. Pailletten. Ik weet niet of het echt heel lekker ligt. Maar het staat wel leuk. Kijk, maar dit ben ik hoor op de bank. Dit ben ik. Lekker dekentje voor op de bank. En uit mijn hoofd. Ga ik even spieken. Studio Home woondeken XL, €9,95. Niet uit mijn hoofd, maar goed, hè, het is de eerste keer. Ook wel heel erg leuk om te geven, zo met die striks. Als je het een beetje leuk inpakt, dan heb je best wel een leuk cadeau. En gewoon heerlijk voor op de bank. Ik ga hem even uitpakken. Ik wil even weten hoe groot hij is. Kijk nou even, jongens. Dit is echt mega. Holy shit. Echt wel een grote deken, hoor. Hier verdwijn je echt in. Niet normaal. Echt huge. Super lekker voor op de bank. Dan kan je gewoon met zes mensen onder, denk ik. Dus als het koud is, ik heb het trouwens altijd koud, is dit gewoon top. Ik heb een vest gescoord, die is uit mijn hoofd €9,95. En lekker warm. Ik ga hem even zo over mijn trui aandoen hoor, jongens. Dit is gewoon een lekker vest. Vest lang, hij is acryl polyester. En dit is de kleur grijs-zwart. Het is gewoon fijn, op een spijkerbroek, weer t-shirt erbij, basisvestje. Ik heb trouwens een L aan nu. Hij is dus lang en hij komt bij mij over mijn heupen. En er zitten dus ook zakken in. Ik vind hem heel leuk. Een basisitem die altijd goed is. Lekker vest. €9,95. Omdat het weer koud wordt in winter, is het natuurlijk extra lekker om goede sloffen aan te trekken. En die heb ik ook gevonden. Ik moet even kijken wat ze kosten. Sloffen. €5,99. Nou, dat is echt geen geld. Ik vind dit zo lekker. Echt zo lekker op de bank met een kopje thee en dan deze aan. Top. En ik heb maat 40, maar die zijn dus echt aan de binnenkant. Lekker zacht. Mega warm. Ik ga ze even aantrekken. Wat? Ik weet niet of je dit kan zien, maar ze zijn wel echt heel leuk. Ik vind ze tof. Nou, en wat hoort erbij op de bank? Samen met je vriend of vriendin, deze twee mocks. Ik vond ze dus echt super leuk. Is het mocks of mokken? Mokken, denk ik. My Tropical Way of Life. En Enjoy the Flamingo Fever. Ja, deze gaan mee. Deze gaan sowieso mee. €3,98 per stuk. Super leuk. En weet je waar ik dit dus ook super leuk voor vind? Ik zeg heel vaak super leuk, maar dat maakt niet uit. Dat je dit dus kunt geven ook voor dobbelen of zo. Weet je wel, als je met vriendinnen voor Sinterklaas is nog een beetje vroeg. Maar ja, je kan het maar in huis hebben. Is dit eigenlijk best wel een leuke set om te geven? Dit is wat serieuzer. Deze is leuk, maar dit ben ik eigenlijk. Dus wat moet ik dan doen? Ik denk deze, toch? Dus dat is een tip van mij. Bij deze deken zag ik dus allemaal leuke kussentjes liggen die er heel leuk bij matchen. Serieus best wel chic hoor. Als je dit een beetje combineert met andere kleuren. Hoe tof is het als je dit kleed op de bank hebt met dit kussen erbij. En kijk. What? Kan je dus zelf weten of je het zilver of grijs of beide wilt. Nou, top. Ik vind het heel leuk. Kussen met pailletten. €4,95. Nou kijk, en dan heb ik ook nog deze. Kan je gewoon lekker mixen, weet je wel. Dit vind ik ook een hele mooie. Die is €4,95. Die heeft zo'n mooie ruiten de scène. En dit is dan een velvet stofje, weet je wel. Dat is super hot op dit moment, velvet. Dus dan ben je gelijk en trendy. En hot. Nou, ik heb dit nog even voor jullie allemaal op tafel gelegd. Het is een beetje rommelig en een beetje veel. Maar het gaat even om de kleuren. Want, wat heb ik nog meer? Kaarsen. Die is best wel zwaar. Maar er zit dus een kaars in. Kijk hoe tof. €4,99. En die heet Kaars in relief. Nou, mooie naam. Dit vind ik echt mooi. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het is echt een chique kaars. Oh, serieus. Die ruikt ook nog wel heel lekker. Dat had ik dus nog niet eens geroken. Maar hij ruikt
heel zoet. Fragrance Candle Winter Day. Nou, beter kan niet. Dus het is voor een winterdag. Kijk dan hoe mooi. En dat is dan weer heel tof. Hierbij zie je. Als je het een beetje zo bij elkaar houdt. Heel leuk. Dus je hebt echt voor weinig een heel nieuw, gezellig interieur. Oké, dit was de allereerste shoplog. Ik ben super benieuwd wat je ervan vond. Ik ben in ieder geval helemaal klaar voor de winter en mijn interieur ook. Laat weten wat je ervan vond. Vergeet ook niet even je Halloween ideeën te delen met me. Volgende week om deze tijd is er een hele leuke unboxing video. En de week erop ben ik er weer met een nieuwe shoplog. Dus ik zou zeggen, abonneer je en tot snel. Doei!